Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nandowing. Lakering. Het was een ultiem lange lakering die we vandaag kregen. Holy shit. Moet ook wel. Ja, af en toe moet hier even uitkomen. En met deze enorm lange lakering beginnen wij deze fantastische aflevering, want we gaan... waarschijnlijk meteen naar de volgende gym, of niet? Ja, jij moet nog een Pokémoning in je team doen, of niet? Ja, zekering. Oh ja, dat had ik misschien wel eerst moeten doen voordat we... Dat had Smarty Pants in geweest, maar laten we eens even kijken. Wat voor leuk teammembertje ga jij erbij doen? Dat is echt armoedig, dit team. Ik kan wel voor de double fighting gaan, maar ja, dan heb ik weer een weakness. Je hebt al zoveel weakness. Nee. Ik heb niet zo sterk op dit moment. Ook geen staaltje opel? Nee, geen sterk staaltje opel helaas. Zeker helaas. Ik heb wel veel Dragonfire type. Ik heb geen water type op dit moment, zie ik. Water! Oh. Jawel, Sobble. Ja, Sobble, maar ik bedoel in mijn team nu op dit moment. Maar ik snap wel waarom, want ik ben mijn watertype kwijtgeraakt de vorige keer. Oeps. Ja. Oh, en tussendoor, dat valt me nu... Ik ging XP candy farmen en toen kwam ik deze tegen in een van die raids. Een shiny Duckla ding. Yes. Lekker. En jij had jij hem wel op footage? Of ja. Ja, ik niet. Ja, kut. Ach ja, it is what it is. Kijken. Gaan nu de Sobble even trainen. Ik denk, ik doe maar eerst 20, want dan evolft hij. Oh. So close, but yet so far. Oh. Wat? Kut. Oh, level 40. Loser boy. Fuck. Ik vergeet altijd dat als hij gepre-evolved is, dat je dan meer XP krijgt. Fuck me, bro. Maat. Nou, ik neem geen Sobble mee. Sorry. misschien na de gym. Heb ik in ieder geval weer een nieuwe teammember. Jij bent niet zo'n smarty pants, ik vandaag. Nee, ik... lange dag. Ik kreeg weer van de kuttelefoontjes. Geen kuttelefoontjes? Zekering. Maar ik zat wel lekker te praten met een collega van me. Die doet de boekhouding en hij is gamer. En hij was dus echt een van de beste Nederlandse PES-spelers. Oh, oké, nice. Van de PES-voetballing. Ja, tuurlijk, ik ja. Pro Evolution Soccering. Jazekering. En hij spaart Nintendo games. Lekering. Dus hij heeft echt gigantisch veel Switch games. Ook limited run. Wow. Dus dat is wel echt heel ziek. Hij liet me even wat zien. Dus hoe kom ik daar in godsnaam bij die normal gym? Vanaf de water gym. Dan naar beneden in de desert. Zoals je even uitzoomt. Oh ja, je kan uitzoomen. Ja, en dan daar om die berg heen. Oh, en dan die brug over. En dan... I got it in. Yes. En nu zit ik nog steeds te twijfelen wat ik dan meeneem. Zal ik Bob meenemen? Jij hebt ook al een Bob. Ja, maar jij hebt een andere Bob. Ik heb een andere Bob. En dat maakt het zo grappig. Oh, oeps. Oké, dit keer niet. Laten we beginnen met... 5, nee, 10. Nou, tyfen en teen, jongen. Vuileton fan. Ga het aan de poetsing. Ga het aan de poetsing. Vuileton fan. Nee, ik ben echt geen fan van Donfan. Nee, dat snap ik. Hé, hey, kijk, dit ding leert ook, Jan. Nee! kijk, Poison Tail, doe maar Poison Jab. En dan heb ik Sludge Wave. Ik weet niet of dit is meer physical, toch? Ja. Dan heb ik hier niet zoveel aan.
Oké, en nu heb ik, hoe heet die boy ook alweer? Vincent. Vincent. Klotsaier. Klotsen. Kunnen we hem gewoon Vincent noemen? Ja. Mag ik hem renamen? Jazeker. Oké, okay. Ik noem hem Vincent. Ik heb mijn Bob ook Bob genoemd. Oh, dat is wel een goeie. Kijk. Amnesia. Dit is een nee, dit is een Sandring Pokémon. Een Sandring Pokémon, is een Deerling. Een Deerling. Dat eindigt op 1. Oh ja, dat is wel een Ink Pokémon in 1. Ik zie ook Lijpe Murkrow's. Oh, I love Lijpe Murkrow flavoring. Oké. Okay. Ik doe nog even een paar leveltjes erbij, want ik loop wel echt vies achter qua levels. Ja, als ik aan de gym zo begin, ga ik ook eventjes leveltjes erbij doen. Hoor. Kijk, hier nog even. Zo. Power Swap. Nee. Oh, en dan nog even. Swapping the Power Ring. Swapping the Power Ring. Hier. Oké, okay, alles level 35. Lekker ring. Ook nog eventjes mijn laatste layout erbij pakken. Want dan kan ik zien wat al mijn. Zo, al mijn power-ups zijn bij mijn Pokémon-inks. Ja, die heb je wel even nodig, de cheat. De cheat! Nee, de cheat. Cheat mag. Kijk, remember. Heb ik nog wat meer fighting power? Oh ja, moet je niet allemaal vragen van hem beantwoorden of zo? Ja, maar ik weet de antwoorden al. Jij gaat hem aan mij giving. Ah man, moet ik het giving? Oké, nou ja, dan moet ik maar giving. Eerst eventjes mijn bag erbij pakken en even een snoepie. Ga jij even een snoepie nemen en dan ga ik even een pil nemen. Oh. Om te chillen? Ja, even een heel pil op mijn helm en dan ga ik gewoon door. Dat klinkt goed. Mijn pilletje om mijn Rikketik stabiel te houden. Ricky-ticking. Oh, nicing on the caking! Wauw, ting-tong. Ik vond het wel grappig. Een paar weken terug, dan had een collega van mij het over mijn Rikketik. Dat het niet goed, dat alle meiden om me heen niet goed voor me waren voor mijn Rikketik. Oh, ja. Toen een collega verstond dikke pik. Nou, ze wouden dat gewoon horen. Ja, dat werd ook gelijk gezegd. En toen, die collega die had het over een andere collega, de vriendje. Mm-hmm. En toen had ze het over, ja, laat hem een foto sturen of zo. Of iets met, stuur foto. En ik hoor naaktfoto. Nee. Dus ik zeg, wat? Naaktfoto? Nou, dat was dus niet zo. Ze zeiden Nandoing, Feet Ricking. Ja, ze noemden wel. Is waar het hart maar van gaat kloppen. Met gezegd. Mm-hmm. Oké, okay, ik ga toch nog wel even een paar Canyings gebruiken. Hier. Ik ga allemaal naar 38 doen. Jij gaat naar 38? Ja. Jij die dan? Ja, nu moet ik wel. Nou ja, het maakt niet zoveel uit, maar anders zit ik zo meteen weer met een andere gym vast. Ik wil alleen even voorzichtig. Het voordeel is dat ik al eentje op 38 heb. Lekker. Ja. Moet bij deze wacht, is het hier? Ja. Had je al in het ding gepraat? Om de challenge te starten? Oh nee, je moet naar die. Oh ja, dat was een verkeerding. Verkeerding. Ik ben een loser boy. Oh. Ik denk dat ze mijn PlayStation 5 hebben gevonden. Oh. Oh, ik ben echt hyped voor morgen. Wat is er morgen? Ik ga uit eten. Lekkering. All you can eat sushi. Lekkering. All you can eat sushi. Ja.
Dat is zeker lekker, Ring. Dat is echt lekker, Ring. Met wie ga je? Met Freedings? Ik ga weer met die vrouwelijke collega van me en een vriendin van haar. Ah, minder. Nee, die vrouwelijke collega heeft een vriendje. Maar die vriendin niet. Maar die vriendin... Nee, die vriendin is wel single. Kabooming! Ja, ja. Dat is wel waring. Als haring. Zo waring als... Als haring. Kijken. Oké, ik moet oppassen voor de Dunsports, want die heeft hyperdrill en drillrun. Drilling the hypering. Drilling the hypering, drilling running. Voor de mensen thuis, Nemona wil met je vechten na de gym. Dat doen we eerst voordat we de cage match starten. Ja, dat lijkt me wel zo fair. Volgens mij, je hebt geen keuze. Zo'n fair en vierkant. Oké. Het was dus grilled rice balls. Een medium. You love grilled rice balls. Figuring. En dan volgens mij fire blast. En dan lemon. Easy. Easy winning. 1, 2. Rumble, rumble. Oh, yes. Lekkering. Ik had weer wat voor een Pokémon. Ik weet niet of... Ja, dat mag ik zeker wel zeggen op YouTube. Drankspelletje bedacht. Lekkering. Oeh. Zeg, gaan we nu doen. Nu. Ja, nu? Nee. Oké. Dus de challenge is, je gaat dan een Pokémon spel spelen. Maar elke keer als je een Pokémon naam zegt, of een Pokéball, of iets wat met Pokémon te maken, of bijvoorbeeld Pokémon, dan moet je een shotje nemen. Wacht, wat? Dus elke keer als je bijvoorbeeld een Pokémon naam noemt, ja. Of een item wat met Pokémon gerelateerd is, mm-hmm. Of Pokémon zegt, dan moet je een shotje nemen. Maar waarom zou je Pokémon zeggen? Omdat het leuk is. Pokémon! Goed. Ken je die niet? Die is er van... was zo'n parodie, toch? Ah, ik weet niet meer hoe die gast heette, maar die deed zo'n Pokémon-parodie. Met van die stickfigures. En dan was er ook zo'n aflevering dat ze... Wacht, hoe vecht ik nou met hem? Je moet met die guy praten. Met nee, niet hem. Die guy waar je de, hoe heet het, gefixt ding. Waar ik net voor stond. Ja. Kon je dat niet meteen doen, Ing? Hij is echt een vuile bitta. Maar hij is wel een vuile bitta. Net zoals dat Arcturus maar twee keer raakt. Dat is ook een zeer vuile bitta. Holy damn. Ja, zo ging mijn Palmot ook dood. Wat is zijn defense? Nee. Ik dacht dat Palmot wel wat kon teken, maar... Nee, Palmot is een loser boy. Ja. Hij heeft altijd de PlayStation 5 op zak. Fuck. Nou ja, maar goed dat ik hem niet voor de hele fight nodig heb. Kijk, ik voel... Challenge by gym leader Larry! Larry! I love Larry! Hij is wel echt een Larry. Hij is wel een Larry, ja. Gaan we Charizard. Wee. Wow, dat deed veel damage. Oh nee, dat ding doet glare. Missing. Dat is niet missing. Dat is zeker niet missing. Zo. Pats boom. Oh nee. Hij doet een hyper drill. Ha, you do be slamming, but you cannot slamming, loser boy. Cannot slamming the ghost typing. En wat noemen we hem dan? Een loser boy. Zeker. Oh, Sandring. Oh. Oh. Nou, die slamt ook ghost types. Dat is wel waar. Hij likt normal types, dat kan ook. Hij likt normal types. Zo is hij. Zo. Dan hebben we nog eentje te gaan.
Ik denk dat ik het beste voor mijn boy kan gaan. Ik kan hem niet hernoemen, helaas. Oh. Hoe heb jij hem dan Bob kunnen noemen? Omdat hij geen nickname had. Ah, ja, die van mij heeft het dus blijkbaar wel, maar dan in het Japans. Ja. Geen idee hoe dat kan, maar het is wel... Ah, en dan moet je weer de lange dialoog kijken. Poeh. Dat is toch dialogisch? Ik vond die meme die ik had gestuurd wel echt nice. Kijken, hoe ging die ook alweer? Even kijken, want ik had hem gestuurd. Kijk dat beeld bij jou. Huh? Jij bent toch bij de Staraptor, maat? Ja, jij ook. Ja, maar jij hebt al die cutscene gehad. Ja, ik heb gewoon doorgeklikt. Ja, dat doe ik I ook. I do be clicking Doring. I do be clicking Doring as welling. Nou. Ah oh, ja, video game final boss. You took everything from me. Miwu skipped all cutscenes. I don't even know who you are. Ja, yeah, ja. Yeah. Die vond ik wel echt geniaal. Oh, die van je. Je hebt ook weer een meme gestuurd. Ja, ik moet wel lachen. Gaat het om Geertje? Ja. Geertje. Façaad. Ah, oh, fuck. Holy damn. You doing the yawn strat? Ja, yeah, I do be doing the yawn strat. I need to do something right. Zolang dit maar niet killt. Oh, so close. Zo, mutshot. Oh, jij doet niet veel damage. Nee, maar zijn speed wordt wel lager en hij gaat nu lekker slapen. Lekker tukkie doen en dan kan ik healing. Nee, wacht. De eerste is guaranteed sleep. Aha. Sorry. Nee, I get it. Oh, dat doet ook helemaal geen tyfus. Oké, hyper. Hyper potioning. En als hij dan nog een beurtje slaat, dan vind ik dat... Nice thing on the caking. One hit KO'ing. Wauw. Oh, ik wilde... Ik wilde nog een keer met shot doen. Maar ik drukte te snel. Larry is een loser boy. Ja, echt een loser boy. Ja, onze Larry is een loser boy. Wow. You can really dance. Wow. Ah! Dat deed heel veel damage. 4 AP! Dat jij zo wil winnen. Oké, maar hij gaat nu voor een normal move. En jij hebt een Trevenant. Ja. Doet die Aerial Ace? Duh! Ja, kut. Kut. Volgens mij heeft hij wel een flying... Hij heeft Aerial Ace, want dat deed hij met mij. Ga maar lekker slapen. En dan, ik ga slapen, ik ben moe. Dat zou zomaar... Kijk maar bij de oogjes toe. Oh, dat is echt een kinderlied. Ja. Yeah. Oh, ik dacht heel even, dat zou zomaar een echt een populaire kinderlied kunnen worden. Het was dacht ik, wacht, misschien niet bestaat dan. Kijk, nu gaan wij lekker veel damage doen. Leeching the horn. Horn leech. Kabooming. Kabooming. I did it. Fuck you. Kijk, de vraag is, word je geheeld? Ja, dat is de vraag. Ik heb zo het antwoord voor je. Ik moet tegen Nemona. Nemona toetje? Nemona toetje. We love Nemona toetjes. Zeker. Wow. Give me my money. Money, please. Money, please. Waarom heb ik mijn licht aan? Licht uit. Oh. Zo. Ja, dat was de afstandsbediening. No stress. Ik dacht, je hebt de deur gesloten. Moet er weer een nieuwe deur komen. Oh.
Dan zou ik zo verdrietig zijn. Zeker een. Elke keer wearing. Je kan ook gewoon echt niet weg. Oeh, je wordt geheeld. Ik denk dat je wordt geheeld. Ja, je wordt geheeld. Ik werd geheeld, hè. Door de champion werd ik geheeld. Door de champion nog wel. Dat is wel puik. Nou, en ik denk dat ze start met rondje. Rondje. Like and rocking. Rocking like. Bob. Rocking like. Bob. Bob zegt, hou op. Bob zegt, water op je gezicht, vuile hond. Even nat spuiten, dat ding. Aqua staart. Ja, hij bijt mij, de moeder. Bijt je de moeder. Pot for dream. Hondje is gone. Oké, Jordi. Speelt de Yu-Gi-Oh! Master Duel? Oh, die heb ik ook gespeeld op de PlayStation. Wowing. En toen heb ik alle trofies gehaald. Scary phasing. Dat was wel een pain. Maar toen ik op een gegeven moment van Paddy Inc. een hele goede deck had gekregen, toen viel het best wel mee. Ah. Het duurde alleen een tijdje. Je moet Platinum Rank worden, dus dan moet je online tegen mensen duelleren. Aha. Ja, en je begint dan op schaal 5 van een bepaalde rank. Mm-hmm. Dus je moet sowieso 5 potjes winnen. En je begint als, volgens mij, in training. Volgens mij heb ik Master Duel op de PC gespeeld. Kan ja? Ik? Ja. Ja, het is ook op de PC. Ja, volgens mij heb ik die. En, je moet dan gems hebben om dan kaarten te kopen. Ja. Ik deed toen al die soort van tutorial story-achtige dingen, omdat ik al die nieuwe mechanics niet snapte. En die werden me toen uitgelegd. Ah. Ja, dat is wel een redelijk goede manier om dat te checken, inderdaad. Stomme hond. You move really had to sing. Oh nee. Mag ik wel weer een overzicht van wat wat heeft in jouw team? Wat? Nee. Als in welke mon je hoe vaak je hebt gebruikt. Ik weet dat je Skeledurch in ieder geval één keer hebt gebruikt. Dat zal ik van tevoren al geven. Ja, Oké, dat. Ja, ik hoef de moveset hoef ik niet te weten. Want als ik speak, dan zie ik dat wel. Hoe durf jij te speaken? Als ik speak op jouw beelding, dan zie ik welke move jij in hebt. Een Goomy. Goomy. Oh, hij is trouwens elektrisch. Waarom de fuck gebruik ik deze vuile bitta? Waarom heb je Fire Fang? Weet ik eigenlijk niet. Om jou te flinchen, bitta! Oeh. Kijk. Nee! Oh, hier wacht. Dit is de juiste move die ik wilde gebruiken. Nevermind. Je hebt geen... Oh, kut. Switch als een malle. Dat deed veel meer damage dan ik hoopte. Spelen inderdaad op de Switch. Switchy. You dead. Oh. Nee, ik ben gelukkig geen Dragon type. En deze vuile bitta wel. Hoppa, weg met jou. Vuile vieze Goomy. Ik word keihard in mijn kontje gebonkt door een Palmo. No way. Ik ga nu ook tegen een Palmo. Ik ga wel met mijn goodbye. Goodbye. Hop. Meowskarada. Ja, zekering. Oh, dan moet ik ook tegen Meowskarada. Goed om te weten. Ja. Ik ben wel zo eerlijk om dan even geen moves te relearnen voor onze battle. Want we moeten met hetzelfde team doen als dat we... Yes. Oké. Dat is wel fair. Kijk, wel als ze natuurlijk level up gaan. Hè, dan ja. In deze battle dan kan je dat nog wel doen. Maar daarbuiten niet in... Daar ben ik het met je eens. Nee, Mona, ben nou niet zo'n toetje. De Mona-toetje. Bah.
Dan moet je heel lang wachten op de cutscene. En bij jou is het al nacht. Leave me lying alone. Oh nee, flower trick. Tricking the flowers? Ja, zeker. Dat is altijd een crit. Wow, I critten. Ja, altijd een crit. Net zoals The Lake of Rage. Altijd de shiny. Altijd de kans van shiny. Ja, Safari Week. En dan gaan we alleen maar in de Lake of Rage vissen. Maar dan is het geen Safari Week meer. De Safari Week in de Lake of Rage. Dan is het Lake of Rage Week. Oeh. Week of Rage. Week of Rage. Dat zou toch episch zijn? Ja. Let's go. Ik ben zo blij dat ik van die GTA trofee af ben. Lekkering. Oh, dat duurde zo lang. Maar goed, gisteren zat ik ook voor de lol te spelen. En dan was ik bezig met... Je moet vliegen en dan moet je langs verschillende dingen heen. Dus onder bruggen door moest ik. En ook tussen gebouwen door. Alleen dat was echt heel kut. En ik ben er nog steeds niet klaar met tussen gebouwen door. It never ends. Echt, leave me lying alone. That's the green. Oké, dan gaan we nu even kijken wat de volgende level cap is voor zometeen. Nee, ga weg, Ing. Akkoord naar verder. 45 dan toch? Ik ga er wel vanuit. Kijken. Ja, tot 45. Lekker, Ring. Yes. Zullen we de battle nog deze aflevering doen? Kijken. Ja, kan wel, toch? Ja, het is op het randje. Ik vind het wel kunnen. Oké, doe ik even jouw scherm weg. Ja, ik doe heel snel healing. Oh, maar je bent toch healed, man? Oh, nee. Ik ben een loser, boy. I'm connecting to the interwebs. Ik zag laatst weer dat een Pokémon Go shit is, bezig is. Wow. Sinnoh gebeuren. Maar ja, ik heb er niet zoveel aan om dat nu te gaan spelen. Nee. Oké. Ik kan geen Azumarill gebruiken en geen Quagsire. Oké. Ik heb een code 7951 en dan 1597. 7951 1597. Ik ben al aan het zoeken. Oh. Met altijd twee stappen voor mij. Ik ben zo snellering. Snellering. Oké, boys and girls, daar gaan we weer. Linkering. Oh, nu mag jij de regels bepalen. Normal rules? Ja, normal rules. Misschien was dat wel hetgene wat me de vorige keer liet verliezen. Dat zou best kunnen. We gaan het zien. Kijk. We gaan weer met het leuke Team Star Boss muziekie. Dat vind ik wel Gucci. Oké. Ja. Spinning inning. Oké, ik denk dat ik wel weet wat echt het meest effectieve zou zijn. Maar ik denk niet dat het heel veel gaat helpen. Standing by the game. Oh, ik wil niet nog een keer verliezen. Ik heb wel een dat jij dat gaat verliezen. Nee. Ik hoop echt dat je voor een bepaalde gaat dat ik gewoon heel snel klaar ben. Maar ik ben al bang dat ik weet welke ik ga gebruiken. Oh. Oké. Ja, ik hoopte dat je Jumpluff ging gebruiken. Ah. En ik hoopte niet dat je Skeledurge ging gebruiken.
Fakehouse? Seekering. Ja, dat is wel tactisch. Ja, maar hier. Dat is super effective. Kabooming! Crit! Critty! Wow, dat jij zo wil winnen. Ja, dat ik echt zo wil winnen. Het is 7-5, boys and girls. Kleine comeback. Oké, okay, ik kies voor Revive. Revive, ja, dat is wel slim van jou. Ik moet tactisch spelen dit keer. Oké. Anders gebeurt er weer hetzelfde als met die Domfan. Ja, we zijn geen fan van Domfan. Nee. Nou, ik wel, maar... ik ben wel fanning van Domfanning. Wow. Nou, ik zie jullie graag de volgende aflevering weer. Dan gaan wij 3 nieuwe Pokémon'en toevoegen aan ons team. En dan, spreek ik jullie de volgende keer weer. Adios, yes. Amigos.